Zaterdagochtend, net geen 8 uur. Welkom bij weer een nieuwe video van de treinreiziger. Ik zit op deze bloedvroege ochtend in de Intercity onderweg naar Venlo. Ben nou ook onderweg naar Maastricht. Dan zul je afvragen, Venlo, Maastricht, waarom niet rechtstreeks vanuit Eindhoven? Nou, er zijn werkzaamheden tussen Roermond en Maastricht. Dus ik mag omreizen via Venlo, dan naar Roermond en dan naar Maastricht. En waarom wij naar Maastricht gaan, zie je na de intro. Veel kijkplezier! Ja, ontzettend leuk dat je kijkt. Vandaag gaan wij dus een dagje bussen door Belgisch Limburg, dus niet Nederlands Limburg, maar Belgisch Limburg. Dus we gaan via Maastricht de grens over en door werkzaamheden tussen Roermond en Maastricht mag ik omreizen via Venlo, Roermond en dan naar Maastricht. We zijn nu op station Deurne, het is nog een stukje richting Maastricht, we moeten wel een beetje wakker worden. Dus ik zie je weer in Venlo. Zo, 8:30 station Venlo, hier gaan we overstappen van NS naar Arriva. En nu gaan we deze GTB naar Roermond. Zo, laatste overstap van vandaag, aangekomen in Roermond. Iedereen gaat nu in een noodgang richting de Intercity naar Maastricht. Dus gaan we met deze kleine vleert door naar Maastricht. Klassieker bij Arriva Limburg, het toilet is defect. Luxe tweede klas voor een Arriva Limburg vlucht. Volgens mij was dit ooit eerste klas. En er zijn hier vlindertafeltjes. Super luxe. En er is zelfs stroom. Echt. Station, echt. Ja, het is echt waar. Zo, lange tussenstop van 8 minuten in Sittard. Dus even tijd voor een dubbele espresso. Maastricht. Station Maastricht. Nou, met wat deurproblemen aangekomen in Maastricht. Maastricht dus, hier gaat ons Belgisch-Limburgs busavontuur beginnen. Ik ben nog nooit door dit gebied geweest, zal me benieuwen. We gaan hier op zoek naar de eerste streekbus. Camera heeft moeite met het scherm, maar de eerste bus die wij gaan nemen van Maastricht is de 45 helemaal naar Genk. En voor deze rit krijgen we een gloednieuwe MAN Line City mee. Ben benieuwd. Interieur van zijn bus, de stoelen zijn van leer, het houtpatroontje is lekker business, dat is namelijk van hout. En dit is een van de weinige bussen in heel België waar je het even op kan opladen. Prima, de bustour kan beginnen, op naar Genk. Zo, na een comfortabele rit in de MAN Line City, aangekomen in Genk. Ja, inderdaad, zo'n gloednieuwe bron. Helaas heb ik daar geen tijd voor. We gaan wel hier verder. We gaan zo meteen de barre 8 in naar Overpelt. Dus een rit van 1,5 uur via allemaal kleine dorpjes. In deze MAN. Superleuk. Dit keer weer een andere uitvoering dan de vorige.
een dikke rit van 1,5 uur langs plaatsen als Opglabeek, Bree, Beek, noem maar op. Aangekomen in Overpelt, een halte verder dat ik eigenlijk wilde uitstappen. Ja, het was een lange rit in een warme bus, maar wel een hele mooie route die 8. En dit is dan het centrum van het plaatje Overpelt. En zo te zien is hier ook nog een feest gaande. Hier in Overpelt is niks te beleven, dus we gaan nu teruglopen naar station Overpelt. Dit hier is dan de grindbak van het station van Overpelt mag voorstellen. Overpelt ligt overigens ook aan het enkelspoorgelijntje helemaal naar Hamond. En dat grenst dan weer aan Nederland. En vanaf daar zegt ProRail, ja, het is niet van ons, dus wij doen er niks mee aan. Alleen deze lijn kan makkelijk doorgetrokken worden richting Weert. Dus ik hoop dat ze dat in de toekomst gaan doen. De frequentie op dit station is veelal een uursdienst. Alleen vandaag rijdt er niks vanwege werkzaamheden. En dit station heeft ook een mini-biep. Inmiddels ook de bushalte gevonden. We gaan nu verder met streeklijn, hou je vast, 18A. Apart lijnnummer voor een bus. Deze rijdt elke uur. Treinvervangende bus. One hour later. Ik ben verruimd in de bus. Het is jammer dat ik er op zijn en de hele bus was gestoord. Met 20 minuten vertraging aangekomen in Hasselt. Wordt langzaam tijd om weer terug te gaan naar Nederland. Daarom pakken we ook van Hasselt hier de laatste bus van vandaag. Lijn 20A naar Maastricht. De bus komt aan de laatste kant. We krijgen een oude afgetrapte Jonkheer mee. Dat zijn bussen uit 2000 nog wat. Super vet. Met deze bus gaan we naar Maastricht. Met de VDL Jonkheer 3 minuten vroeg aangekomen op eindbestemming van de bustour Maastricht. Terug in Nederland, nu in de intercity richting Roermond, zet
rondje bussen zit erop. Hoe vond ik dit rondje bussen? Ik vind het super leuk. Ik vond lijn 8 echt een hele mooie streeklijn. Er is ook nog andere leuke buslijnen gehad, zoals de 18A, rare lijnen maar. En de 20A, ook een mooie buslijn. Kortom, een geslaagd toertje dwars door Belgisch-Limburg. Ik ga de video afsluiten. Ik ga nu lekker richting huis. Blijf het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal en laat een leuk reactje achter. Dus ik zie je bij een nieuwe video van de Treinreiziger. Joep!